Wij staan momenteel met drie N90 helikopters van het 86 Squadron aan boord van de Johan de Wit. Voor ons een unieke situatie. Normaal gesproken werken wij vanaf een vliegveld elk jaar in december om de examens van onze leerlingen af te nemen. Dit jaar dus vanwege de coronabeperkingen vanaf een marineschip. Maar deze fonds is eigenlijk ideaal. En dat gaf eigenlijk een heel nieuwe mogelijkheid om te testen hoe wij nu kunnen opereren met drie N90's in de toekomst. We verwachten dat we de amfibische taak in 2024 moeten gaan uitvoeren. En daar is deze reis heel waardevol voor om te kijken hoe opereer je nu met drie N90's vanaf een groot dek. Logistiek, planning, spot 1, spot 2, bemanning, etc. Het komt dan allemaal samen. We hebben nu jonge monteurs mee aan boord. En die gaan voor het eerst mee varen. En dat is toch even heel wat anders als op een vliegveld. Het grootste verschil is, we hebben een bewegend platform, maar we hebben ook niet alle ruimte om te kunnen rangen. We kunnen niet zomaar een kist pakken. We zijn afhankelijk van de koers en vaart van de boot, het rollen, de wind. Dat betekent dat we wel heel veel meer uitdagingen hebben. En wel met drie kisten in de lucht moeten we wel heel goed kunnen anticiperen op veranderingen. Ja, de alles is anders show. En dat maakt het ook ontzettend leuk. Ik ben zeker trots op de mannen. Zeker als ik zie hoe we hier begonnen zijn met de ervaring van één kist naar drie. En als ik zie hoe snel ze geleerd hebben, het gaat nu al echt vloeiend en super. Ik ben echt super trots op ze. Aan boord hebben wij een gezelschap van meerdere leerlingen. Een aantal vliegers, tactische coördinatoren, de TACO's en de helikopter sensor operators. Die allemaal hun eindexamen doen in de VOS-area's. Nou, dit gebied is ons niet vreemd. Het is de speeltuin waar je gebruik kan maken van onderzeeboten, vliegtuigen en oppervlakkenschepen. En om dat dan vanaf een Nederlands marineschip te doen, maakt het wel zo realistisch voor de training. De trainingen verlopen boven verwachting. Het voordeel van dit schip is dat je dus 24 uur per dag het vliegveld tot je beschikking hebt. Het is vele malen makkelijker om vanaf een marineschip te opereren. Omdat we de procedures kennen, dezelfde logistiek hebben, dezelfde materialen hebben. En uiteraard ook gebruik kunnen maken van de expertise van de bemanning van de Johan de Wit. Ja, en daarnaast is het voor zowel de vliegende bemanning als voor de monteurs een fantastische kans om weer even te varen. Om weer even te varen. Voor sommige jongens is dit zelfs de allereerste keer. Dus ik zie eigenlijk alleen maar lachende gezichten om me heen.